Goeiedag, Bas hier van de Carp Specialist. Leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van de Carp Specialist. Een vlog dit keer vanaf Etang de Galois. Het is regenachtig, halverwege maart. En ik ben nog een weekje te gast met hengels. En ik mag vanaf de VIP-stek 10 vissen. Het wordt een super gezellige week. Tenminste, ik zit in mijn eentje op deze stek. Dus gezellig met mezelf ga ik het altijd hebben. Collega Jeroen zit aan de overkant samen met visma Dimitri op stek 14. Op stek 11 zitten onze Duitse gast Patrick Goris en zijn vrienden. Op stek 1, zo'n beetje die kant op, Niels en Ramon. En Bianca en Lisette zitten in het hoekje op stek 9. Stek 20 hebben we ook nog Christian Michiels, ook een vaste gast. Dus kortom, dit wordt vast een heel gezellig weekje op Galois. Het is halfwege maart, zoals ik al zei. Het is eigenlijk de eerste week dat de nachtvorst er een beetje af is. Het regent, maar het is niet echt koud meer. Vorige week was het bijzonder koud, met nachtvorst tot 5, 6 graden onder nul. En vis deed eigenlijk heel erg weinig. Alleen stek 11 ving vis, die hadden er 28 in een weekje. En over de rest van het weer was het super taai. We hebben nu dus veel regen. Zaterdag en zondag staat hier in ieder geval nog op regen. En met een beetje geluk gaat die vis een beetje rondzwemmen. Dus ik ben net aangekomen, een comfortabele rit gehad van zo'n 9 uur. Ik heb... alles in het huisje gegooid. Het is één grote bende. Ik ga mijn spulletjes even rustig klaarmaken. En dan laat ik u straks zien hoe ik stek 10 van Etang de Galois ga aanpakken. Goedemiddag. Het regent nog steeds. Maar ik heb de spots gevonden. Ik ben net uitgebreid met de voerboot overheen geweest. En voor stek 10. Ik zal even naar buiten lopen. Kan ik het misschien een klein beetje aanwijzen. Voor stek 10 kun je op open water vissen. Stek 10 ligt eigenlijk als het ware net naast de punt. En een viertal markers zijn geplaatst om de steklimieten duidelijk aan te geven. De stek is met één persoon te bevissen. Met vier hengels. Of met twee personen met vier hengels. Dus het mag beide. Ik heb zelf maar drie hengels bij me en daar heb ik ruim genoeg plek voor. De diepte loopt hier heel geleidelijk af naar 2,40 meter. En er zit heel duidelijk, als je de grayscale van je dieptemeter bekijkt, echt een omslag naar hard en zacht. Ik heb een paar hele kleine kuiltjes slash onderfneden kunnen vinden. En op de dieptemeter door heel rustig te varen ook twee spots waar ik duidelijk vis zag. Bij de rechter verre marker, daar zag ik wat activiteit en mooie diepteverschillen. Dus daar ga ik sowieso beginnen. Dat is mijn troefhengel. En net tijdens het uitvaren was bij de rechter marker hiervoor, draaide een vis weg. En dat is precies dus de overgang van hard en zacht. Die heb je hier aan de linkerkant ook. Dus hier aan de linkerkant ga ik liggen. Op open water eentje. Daar had ik ook een mooie vis zien liggen en een hele kleine onderbreking. En dan die rechterhengel die wat verder ligt. Dan ligt mijn linkerhengel het dichtst erbij. De middelste iets verder weg en de rechtse nog iets verder weg. Ik denk dat de maximale visafstand zo'n 80 meter is. Het regent nog steeds helaas, maar ik heb de onderlijntjes al klaar. Net beaast, dus ik ga alles even aan de hengels knopen. En dan hoop ik dat het droog wordt als ik straks ga uitvaren. Christophe zijn net langs geweest. Het regent nog steeds en het is ondertussen al donker. Maar ze zijn langs gekomen met...
de dinner service. Dus ik verwend mezelf extra deze week. Lulu en Christophe kunnen fantastisch koken. Dus ik ga snel eten voordat het koud wordt. En ik kreeg net een goed belletje van Jeroen. Die had de eerste vis op de kant. Net geen 25 kilo. Hij zit schuin tegenover me. Dus ja, een betere start kunnen we ons niet wensen. Jeroen was hier 2 weken geleden ook al. Vanuit de VIP-stack. En toen ving die eigenlijk niks. Koude nachtvorst en die vis zat echt op een andere zone. Dus dit geeft de burger moed. Het wordt een fantastische week. Geen idee of ik vis ga vangen. Maar in ieder geval een heel vast een goed teken dat de stack 14 aan de overkant al vis oplevert. Betekent in ieder geval dat de vis echt wel wat actiever is dan de afgelopen weken. Yes, 1:30 is het. Net een fantastische aanbeet gehad op de linker hengel. Zware drill. Vis ligt in het netje. Ik ga hem nou onthaken, maar hij is binnen. Eerste vis van het jaar. Volgens mij best wel een klapper, want de drill was super. Tot zo. Zo jongens, en meiden natuurlijk. De eerste vis van de sessie is binnen. Dit jaar al heel wat zware vissen in mijn handen gehad. Bij uitzettingen, afnettingen en dergelijke. Maar het is de eerste nachtje dat ik vis. Op bij Tang de Galois, stek 10. En meteen begonnen met een fantastische schub. Ik heb net even gewogen, inclusief de weegzak was die 23,5 kilo. Dus ja, ik denk dat we zo'n beetje 22 kilo overhouden. Dus ik zal even de weegzak afhalen. Kijk eens jongens. Zo, wat een bak. Heerlijk om het jaar mee te beginnen zeg. 23,5 kilo, dus laten we zeggen 22 zonder zak. Fantastisch mooi schub. Loeisterk. En ik kwam van de linker hengel. De linker hengel ligt op 2 meter 10 diepte. Hard, eigenlijk in de overgang tussen hard en zacht. Op 2 kleine 10 mm waftertjes. Beetje pellets. Super, super blij mee. Wat een ongelooflijk knaap. Ik ga hem terugzetten. En ik ga toch die hengel even weer terug op zijn plek leggen. En als dit de start is van het seizoen, kan het voor mij niet meer stuk. En bedankt voor het kijken. En daar gaat ze. Yes! De eerste! Die ga ik zo eens vieren, denk ik. Een lekker biertje. Het voerbootje is geladen. Zoals jullie zien, een paar handen pellets en de 2 waftertjes. Ik voer heel bewust niet met boilies erbij. Tenminste, niet direct op mijn aas. Ik wil dat die vis echt gaat zwemmen en gaat scharrelen. Dus met de GPS vaar ik de hengel weer uit naar de spot waar die vandaan komt. Op het moment dat ik de hengel drop, heb ik meteen mijn werppijpje naast me liggen met een 20-30-tal boilies. En die verspreid ik eromheen, zodat ik echt in de zon in ieder geval veel wat aas heb liggen. En dat ik de vis dus hopelijk trigger om een beetje rond te zwemmen. Dus ik voer niet te compact. Alleen met de pellets helaas. Ik heb nog een PK Advanced baitboot. De jongens hebben er zo'n super gave feature op dat je wat voer kan verspreiden. Dus een voerverspreider. Ja, die staat bij mij ook al op het verlanglijstje, want dan kun je echt voerzones maken van zo'n 10 vierkante meter. En ja, de manier waarop ik hem nu voer met de voerboot is vrij compact. Maar de eerste vis op de kant, dus mag niet mopperen. Autopiloot aan. Zo, ik heb de aas nu gedropt. Die grote lijn die je nu in het water ziet vallen, dat zijn de pellets en natuurlijk de haakaas. Dus hij ligt. Ik ga er snel eventjes met de werppijp wat aas op brengen. Hey jongens, en meiden natuurlijk, het is 3 uur. In plaats van een biertje was het een lekker kopje thee geworden. Ik lag net letterlijk weer een minuut op mijn stretcher en de middelste hengel liep af.
weer een dikke schub. Dus ik ga de boel eventjes installeren. We gaan de boel, de vis weer wegen. En ik laat hem jullie graag zien. Wat een droomstart zeg. Eerste nacht, meteen twee dikke vissen. Lekker. Zo, nummer 2 is er ook uit. Ik heb net eventjes gewogen. Met aftrek van de weegzak hou ik 20,5 kilo over. Dus ja, droomstart. Twee dikke schubs. 22 en 20,5. Een hele andere bouw deze. Echt nog een dikkere knik. Een korte, hogere vis. Ah jongens, hier doen we het voor. Kalawa puur zang. Je moet echt geluk hebben met het weer. Die jongens van de vorige week en de week daarvoor hebben het gewoon heel taai gehad. Omdat die vis echt nog in wintermodus was. Maar de nachtvorst is eraf. Ze gaan zwemmen. Best wel wat regen gehad en ook vanmorgen staat er nog wel wat regen in de planning. Ja, weet kunnen we niet beginnen. Ik denk dat ik de hengeltjes nog even ga doen. Ik was eigenlijk van de rit van 9 uur best wel vermoeid. Maar dit soort vissen geeft heel wat adrenaline om toch die hengeltjes maar weer even op scherp te leggen. Want we're on the roll! Beter wakker worden dan met een kromme hengel. Zo. Ik had net even een Belgische gast op bezoek. Een jongen die hier vaker vist. Vanuit de Giet. Had helaas nog niks. En ik stond net even te piezen. En toen dacht ik, hey, ik hoor de slip tikken. Heel voorzichtig ging die. Dus ik ga de vis even afdrukken. Daglicht. Christophe en Lulu zijn even komen kijken. 17,5 kilo. Dus hartstikke gaaf. De derde vis, de derde schub. Heel erg blij mee. Die VIP-stek. Ik val echt met mijn neus in de boter hier. Dus genieten. Christophe en Lulu hebben het ontbijt meegenomen. Dus deze vis gaat terug. En ik ga lekker een croissantje eten. Zo, dat was even gezellig. Christophe en Lulu kwamen het ontbijt brengen. En ook Bianca en Lisette kwamen met de hondjes even langs. Echt een lekkere start, zeg maar, 3 vissen. En het ontbijt staat koud te worden, dus ik ga even mijn ontbijt doen. En dan gaan we de hengels weer even opnieuw uitvaren. Ik denk dat ik ze alle 3 maar even opnieuw doe. Dan ligt alles weer tip-top in orde. En nou ja... Eerste vis overdag ook, 3 vissen, nog geen 24 uur aan het vissen, dus echt een droomstart. En ja, super naar de zin hier. Het is heerlijk om weer terug te zijn op Kualoa, dat was echt veel te lang geleden. En nou, ik val met mijn neus in de boter in ieder geval deze eerste 2 dagen, dus volop genieten. Ik heb even gezellig bezoek gehad van Patrick Goris, Substek 11 en zijn vismaat. Bianca, Lisette en Christophe natuurlijk. En na mijn ontbijt ben ik de hengels maar even gaan doen. Ideaal van zo'n GPS met autopilot. Ik kan filmen, mijn hengeltje vasthouden en de voerboot vaart zichzelf uit. 40 meter. Ik kan rustig aan ook een blik werpen op de dieptemeter. En op de GPS is van alle gemakken voorzien. 30. Van links straks alles weer mooi op rit en geen idee of er overdag ook wat gaat gebeuren. Maar er ligt alles top. Het is nagenoeg windstil. Het is de ideale situatie om even alles strak uit te varen. Ik zat net lekker aan mijn e-mail. Het is net iets over 12. Broodje op. En verdorie. De middelstengel loopt alweer af. Helemaal top. Hij zakt eerst terug. Maar... Hoppa, ik ben benieuwd. Nummer 4 ligt in het netje. Heel vaag, weer een schub. Dus 4 schubs achter elkaar op Kualoa. Dat heb ik volgens mij nog niet meegemaakt. Weer een fantastische drill. Die vissen zijn echt sterk.
Koud water, maar ik denk heel veel zuurstof. Dus ik ga mijn waterpakje weer aantrekken en dan laat ik hem jullie zien. Er is nummer 4. Dus weer een schubkarper. En dit is een kleinere. Deze hoog met aftrek van de zak. Zo'n beetje 12 kilo. Wat zeggen ze? Wie het kleine niet eert, is het grote niet weer. Hoppakee. Kijk eens. Daar is die. Hartstikke leuk toch? Echt een jong schubje. Vol met energie zoals je ziet. Dus die gaat snel terug. Weer op de middelste hengel. 80 meter afstand ligt die. Eigenlijk een hele uniforme bodem daar. Dus ik had die spot gekozen omdat ik gewoon vis zag. Tijdens mijn eerste ronde. Direct met de marker, met de GPS gemarkeerd. Maar geen idee waarom het zo'n bijzondere stek is. Maar feit is, er komen al 3 vissen vanaf. Dus deze hengel gaat snel terug. En wie weet loopt er nog wel eentje af vanmiddag. Zo lekker om de smaak te pakken te hebben. Het is heerlijk om er aan de waterkant te zijn en volop genieten hier. Het is ook wel luxe vissen hoor, moet ik eerlijk zeggen. 'S Ochtends een heerlijk ontbijtje van Lulu en Christophe. En 's avonds verwend worden met een heerlijk diner. En ook nog een paar van deze karpers erbij. Dus ik voel me echt een mazzelpikkie op het moment. Ik vind het wel leuk om jullie even te laten zien waarmee ik vis. Een klein mainline pup-upje. En de MTC, sorry, het is een wafter. MTC, Amino C in 16 mm. Een Corda. White Cape. Soepel onderlijn van zo'n 20 cm. En een Palatrax steentje van gramma 40. De zondagmiddag is rustig geweest. Tenminste, het heeft eigenlijk de hele middag geregend. Na de vangst van de vierde vis is het eigenlijk beginnen te regenen. Het is niet echt opgehouden. Dus ik heb eigenlijk lekker binnen gezeten en nog even een beetje bijgeslapen. De reis van 9 uur die hakte er toch een beetje in. Zeker na de 2 vissen vannacht en nog 2 vissen 's ochtends. Dus ik heb even een tukje gedaan. Ik voel me kip lekker. Even lekker een kopje thee drinken. En het is rond de klok van 5. Rond 7 uur komt het eten. Ik ga nog even een boekje lezen. En eigenlijk lekker een beetje genieten van bewust niks doen. En naar buiten kijken naar het mistroostige weer. Voor de rest van de week staat het in ieder geval lekker weer op de planning. En dat geeft ook wel een goed gevoel voor de andere vissers. Vanaf morgen gaat er zo'n beetje de zon schijnen. En de verwachting is, om Christophe zo te horen, en die kent zijn water uitstekend, is dat de vis uit de baai van stuk 7 normaal gesproken zich wat meer zal verspreiden over de rest van het meer. Dat doet het natuurlijk al, omdat we hier vanaf stuk 10 en vanaf stuk 14, waar Jeroen en Dimitri zitten, al wat vissen vangen. En de hoop is dat de vis echt lekker rondgaat. Dus we duimen voor de andere vissers. En dit laatste dagje regent, ik moet zeggen, dat is goed voor de tuin. Zonder vis. Het heeft behoorlijk gevroren eigenlijk. Alles heeft een wit laagje ijs. En ik ging net even uit op de plas en toen zag ik dat mijn linkerhengel, of zo, mijn middelste hengel was teruggezakt. Ik heb het niet gehoord, dus ik ben bang dat door de vorst mijn beetverklikkers het niet hebben geregistreerd. Dus ik heb de hengel al binnengehaald. Er zat helaas niks meer aan. Het is een beetje 6:15 nou, dus ik ga de hengel toch nog even terugleggen, want dit is de hengel waar ik 3 van de 4 aanbeten op heb gehad. Dus dat ga ik nog even doen. Ik heb 2 aanbeten overdag gehad, hè, rond het middaguur en rond 10:00 ochtends. Dus ik leg deze hengel nog even op zijn plek en hopelijk loopt hij alsnog een keertje af. Maandag lekker in het zonnetje gezeten, de maandagmiddag. Lekker zitten werken. Echt genoten, maar helaas is het stil gebleven. Ik
begin mezelf een klein beetje te ruiken. Dus ik ga lekker een douche pakken. En eventjes bij de andere vissers kijken die ik lopend vanaf stek 10 tegenkom. Bianca en Lisette. Florian, zijn Franse vriend. En Ruben op stek 1. Samen met Ramon. Ramon heeft zijn nieuwe PR gevangen gisteren met een 27 kilo schubkarper. En die jongens, de Belgische jongens op stek op de giet, die ga ik ook nog even bezoeken. Dus even hengeltjes eruit. De vis krijgt rust op de stek. En na een frisse douche weer lekker eten en de hengeltjes op zijn plek leggen. Dus ik ben even weg. Lekker fris en fruitig. Haartjes in de grill. Gezellig bij de jongens langs geweest. We hebben Bianca en Lisette nog even staan kletsen. Het is rond de klok van 5, dus ik heb nog genoeg tijd om de hengels weer op scherp te leggen. Leuk in ieder geval is dat de Giet tegenover me vanmiddag ook zijn eerste vis had. Dus langzaam maar zeker begint het los te komen. Als het goed is gaat het vanavond en vannacht nog regenen en wordt het daarna heerlijk weer. De nacht met regen, de zaterdagnacht was fantastisch voor me. Dus ik ga die hengels dus heel snel op zijn plek leggen. En hopen dat hij nog een keertje afloopt straks. Inmiddels iets over 7. Het is donker aan het worden en ik ben weer lekker geïnstalleerd in het huisje op de VIP-stek. En Lulu en Christophe hebben net het eten gebracht. Zo lekker die dinner service. Je kunt wel zien dat ze een traiteur hebben gehad in Parijs. Het is lekker, het is vers, het is veel en het is lokaal. Ze hebben hun eigen schapen die ze onder andere gebruiken. En in de buurt kopen ze direct bij de boer het vlees. Maar ook de groenten. Dus het grootste gedeelte van hetgeen wat ze serveren is bio. Het is ontbijt en diner. Maar bij het ontbijt krijg je echt heel erg veel geleverd. Zodat je de hele dag door kan. Eerlijk gezegd, ik heb wat nootjes bij me. Ik heb wat fruit meegenomen. Maar ik denk dat het onaangeroeid terug gaat. Want het is zoveel wat je krijgt. Daar kun je heerlijk een dag op vooruit. Dus dinner service op Galois. Absoluut de moeite waard. En qua visserij. Het is zeker geen week wat betreft de grote aantallen. Maar in ieder geval leuk om te zien dat daar de meeste stekken al vis hebben. En de vis echt rond begint te zwemmen. Dat is de afgelopen weken wel anders geweest. Dus we zijn misschien nog net aan de vroege kant. Maar wat er gevangen wordt is echt groot. Er zijn al veel 20 kilo vis uitgekomen. En natuurlijk de 27 kilo schub op stek 1. En er staat een redelijke heldere nacht voor de boeg. Dus hopelijk mogen we er nog een keertje uit voor een beet. Genoeg gekletst. Ik ga lekker eten. Goedemorgen, het is dinsdagmorgen en helaas, vannacht is rustig gebleven. Ik heb geslapen als een baby, dus ik ben heerlijk uitgerust en fris. Het heeft veel geregend vannacht, maar het is dus stil gebleven. Ik ben eigenlijk bij de anderen, ik ben er een paar keer uit geweest om even een plasje te doen. Ook bij de anderen niks gehoord of gezien, maar daar ga ik vandaag, als het goed is, wel meer over horen. Ik ben benieuwd, ik heb gisteravond rond een uur of 5 de hengels uitgelegd, dus ik laat ze lekker liggen voorlopig. Het is gelukkig nu eventjes droog en windstil. Dus ik zet mijn stoeltje lekker buiten. Eens even kijken of ik wat vis kan spotten. Daar zijn we weer. Inmiddels dinsdagavond rond de klok van 6 een beetje. Ik heb net de hengels opnieuw uitgevaren. Letterlijk de hele dag over het water heen gekeken. Naast mijn laptop natuurlijk. Maar het is stil gebleven bij mij. Ik zag net aan de overkant wel dat Jeroen er volgens mij eentje loste. Ja, het is rustig, het water is kalm. De wind is eigenlijk praktisch weggevallen. En ik heb geen activiteit gezien eigenlijk. Maar ik heb het hengels opnieuw neergelegd. Ik heb op dieptemeter ook goed gekeken naar enige bewegingen. Ik zag hier en daar iets wat op vis kon lijken. Het kan ook gewoon schole aasvis zijn natuurlijk. Snoeken, of weet ik het wat. Maar het geeft in ieder geval de burger moed. Vanaf nu moet er alleen maar lekker weer gaan volgen. Dus hopelijk zet dat de karpers een beetje in beweging. Want ze liggen op dit moment echt massaal op stek 7, stek 11 en stek 20. Echt nog in de baaien. En ik hoop dat ze gaan zwemmen. Zo niet. Ja, met een droomstart natuurlijk met 4 vissen in de eerste 24 uur heb ik sowieso niks te klagen. Maar het zou leuk zijn voor de andere vissers. Wanneer de vis iets meer gaat zwemmen en iedereen kans maakt op een visje. Bedankt weer voor het kijken en hopelijk de volgende shot met vis. Zo, we worden weer heerlijk verwend door Lulu. Lekker een visje.
Met haricot vert, spersieboontjes, andijvie, lekker uit de stoomoven. Dus ik ga lekker smullen. Goedemorgen, woensdagochtend en lekker aan het ontbijt. Helaas een visloze nacht. Ik heb wel één aanbijt gehad. Maar die vis die schoot redelijk vlot los. Gisteravond had Jeroen zo'n beetje hetzelfde. Het voelde echt alsof er een vis met een losse lijn ergens rondzwom. En ook bij mijn aanbeet voelt het heel erg raar. Dus ik heb hem ongeveer 5 seconden aan de lijn gehad, zullen we maar zeggen. En toen schoot hij los. Dus hier helaas visloos. Wel leuk nieuws van Bianca en Lisette op stek 9. Die hebben hun eerste vis gevangen. Nou ben ik slecht in geheugen, maar volgens mij was het een 23 of een 24 kilo spiegelkarpen vanaf stek 9. Dus super gedaan door de dames. Inmiddels is het lekker weer. Het is bewolkt, maar wel erg mild. Ik denk een graadje of 15. Dus, de dag is weer begonnen. Lekker ontbijten en wat werk achter de laptop. Wie weet kunnen we nog een visje verschoten. Het is een beetje ver weg om te zien. Maar de overburen, Jeroen en Dimitri, die hebben vis. Dat is de tweede vis voor hun, dus ik ben heel benieuwd. Ik ga ze zo even een appje sturen. En hopelijk is het een dikke pak. Dus goed bezig daar. Nou, het is weer avond. Helaas niks gebeurd overdag. Behalve bij Jeroen dan. Was een, ik dacht een 19 kilo, 17 of 19 kilo vis. Dus dat is mooi. Het is nu woensdagnacht wordt het. Ik heb nog 2 nachtjes te gaan, want vrijdagochtend vroeg vertrek ik weer naar huis. Dus het is tijd om opnieuw uit te gaan varen. Ik heb wat kleine aanpassingjes gedaan, omdat ik toch nog maar 2 nachtjes heb. Ik heb 1 hengel geswitcht naar plastic maden. Gewone maden zijn niet toegestaan. Maar een bosje plastic maden bovenop een bed met pallets zal in ieder geval super attractief zijn. Ik ben bang dat ik er misschien een voren of een zilt mee ga haken. Maar wie niet waagt, wie niet wint. En de andere hengels... Ik heb wat vis zien draaien iets verder op het water, eind van de middag. Dus mijn steklimiet is maximaal 100 meter en daar ga ik ook zeker tegenaan liggen. Dus even kijken op de dieptemeter zo of ik daar iets interessants zie. Dus let's go! Zo, een van de redenen om op Galawa te gaan vissen. Het eten vandaag, lekker ongezond. Broodje hamburger, dus dat komt helemaal voor elkaar. Ik ga lekker smikkelen. En ik heb er vertrouwen in voor vanavond. Dus die vissen, kom maar op. Goedenacht. Nou, het is 4 uur 's nachts en inmiddels de hengeltje liep af. Hele snelle drilgat eigenlijk en er ligt een hele mooie spiegelkarper in het net. Dus ik trek snel mijn waterpakje aan, maak mijn wegen en film mijn spulletjes klaar en dan laat ik hem jullie heel graag zien. Ja, en vanaf deze shot gaat het weer helemaal mis. Ik heb een nieuwe vlogcamera, de Sony camera en daar heb je 3 opnamemodus op. En ik heb hem met dikke vingers tijdens de vangst van deze laatste vis denk ik per ongeluk op slow motion gedrukt. Dat betekent dat er geen geluid opgenomen werd. Dus nou ja, hier zit ik dan met een vis. Mijn 5e vis en laatste vis van de sessie. Superleuke week gehad. Dat heb ik waarschijnlijk hiervoor in de blogs ook al een paar keer gezegd. Etang de Gola is gewoon hartstikke mooi bevissen. Ik was eigenlijk voor het mooie net te vroeg. Het gros van de vis lag nog in de baai van stek 7 en stek 20. Maar goed gezelschap gehad. Genoten van het... een mooie omgeving, de gastvrijheid van Lulu en Christophe. We hebben de week afgesloten met een hele gezellige barbecue. En ik ben vrijdag weer op huis gegaan. Terug naar kantoor, terug naar het gezin. En ik kijk terug op een heerlijke week op Etang de Galawa. Bedankt voor het kijken naar deze vlogvideo. En ik zou zeggen, kijk zeker eens op ons YouTube kanaal voor nog meer video's van de karpspecialist. Bedankt voor het kijken en tot de volgende!